gasten, Kemo's hier. Welkom bij een nieuwe Brawl Stars video. Eigenlijk zit dit veel cooler, hè? Swag. Nee, gewoon lekker zo, want anders zit het ook wel geen meter. Maar we doen vandaag dus een nieuwe Brawl Stars video met een nieuwe skin van Sprout. Namelijk Tropische Sprout. Het is best wel een leuke skin. Wow. Hij stelt niet extreem veel voor, maar het is toch een vrolijkere skin. En hij ziet er wat leuker uit dan zijn gewone, zeg maar. In ieder geval... ik vind hem er beter uitzien. En hij is ook niet zo heel duur, 30 edelstenen. Maar ik mag hem niet meteen kopen. Nee, ik ga een paar challenges doen. En ik moet proberen één van die challenges te halen. En dan pas mag ik deze Tropische Sprout kopen. Ik heb allemaal challenges uitgekozen uit de reacties. En die challenges ga ik dus doen. En dan ben ik benieuwd of ik het ga halen. En of ik dan die Tropische Sprout kan kopen. Op dit moment heb ik Sprout op 700 trofeeën. Dus dat is best wel hoog. Dus ja, dan gaat het wel moeilijk worden om challenges te halen. Maar misschien gaat het ook wel lukken. We gaan erachter komen. En als jullie zin hebben in deze video, smash dat duimpje omhoog. 10.000 likes zou heel nice zijn als het gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. En op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. Maar de eerste challenge is van Tom. Ik zal hem even kort samenvatten. Zijn idee was dat ik knokbal ging spelen. En dat ik niemand mag killen, maar wel mensen mag hitten. En op het moment dat ik per ongeluk iemand kill, moet ik een eigen goal maken. Dus ik mag wel iemand bijvoorbeeld van 4.000 naar 2.000 HP hitten of zo. Of zelfs als hij maar 1 HP over heeft, is ook prima. Zolang ik hem maar niet kill. Dat is het belangrijkste. En hij zei, als je die wint, dan mag je de skin van Sprout en Rico kopen. Als die er al is. Rico is er nog niet. Maar die van Sprout wel. En zijn idee ga ik dus uitvoeren. Maar ik heb hierna, mocht deze challenge niet lukken, nog twee andere challenges die we kunnen gaan doen. Maar we gaan lekker knokbal spelen. Ondertussen ben ik al trouwens bij level 28 van de Brawl Pass. Dat is best wel nice. En dat heb ik alleen maar nog maar gedaan door te spelen. Dus dat is best wel ziek hoe ver we al zijn gegaan. Maar we gaan natuurlijk gewoon strijden voor die rank level 60, maar daar zijn we voorlopig nog niet. Maar ik ga gewoon lekker knokbal spelen met Sprout en dan ben ik benieuwd of ik nu eventjes dat kan halen. Geen kills dus, maar dat gaat heel lastig worden en anders moet ik mijn teammates echt naaien, want dan moet ik een eigen goal maken en dat wil ik echt niet hebben. Ik wil niet dat ik een eigen goal moet maken. Dat voel ik me zo schuldig richting mijn teammates. Dat kan gewoon echt niet. Nee! Oké, sorry, ik moet een eigen goal maken. Teammates, ik moet een eigen goal maken. Oké, nou, ik moet hem... oh, dit is echt... Sorry, teammates. Ik doe een challenge waarschijnlijk, denk hun ook. Waar ben je mee bezig? Ja, dit is heel vervelend. Maar ik gooide hem en toen kreeg hij net damage eraf, zeg maar. Dus dat was een beetje het vervelende. Zo, hier even een hit doen? Kunnen hier op die BB even een hit doen? Kan nog wel even een hit doen hier zo. Zo hier even het muurtje neerzetten. Huppatee. Dan kunnen ze daar in ieder geval niet langs. Kijk, dan zorg ik in ieder geval voor dat ik mijn fout van net weer een beetje goed maak. Ja, eigenlijk was het geen fout. Ik deed het gewoon expres, die eigen goal. Hier even weer een paar hits. Top. Ja, ik wou niet nog een hit doen, want dan was ik bang dat ik daar een kill zou maken. We kunnen hier... nee. Oh, gelukkig. Ik heb hem net niet gekilled. Dat scheelt. We kunnen hier even hits doen op die Sprout. Ik moet zo voorzichtig zijn dat ik niet per ongeluk iemand ga killen. Dat is zo irritant spelen. Dat is echt niet normaal. Maar hier even op die Bibi even een hit. Ik mag nu niet nog een hit doen, want dan kill ik hem. Dus daarvoor moet ik even uitkijken. Dit is zo irritant spelen. Oké, ik denk dat dit echt bijna... ik denk dat het wel halver is, deze challenge. Maar dan moet je spelen met mensen die weten dat je deze challenge aan het doen bent. Want anders is het echt niet te doen. Maar dit gaat nooit meer lukken om hier nog een victory te halen. Hier even een paar hits. Ja, we kunnen nu net goed volop gaan pushen. Nee, maar dit gaat niet meer goed komen. Oh, sorry teammates. Ja, door mijn eigen goal hebben we dan uiteindelijk verloren. Deze challenge is te doen, maar hij is echt fucked up, man. Oké, nou het eerste potje helaas verloren. Maar dat betekent wel dat we nu gewoon nog even nog een potje gaan doen. En nog een andere challenge gaan doen. En hopelijk gaat hij wat beter. Oké, de volgende challenge is van Jesse. Die zei dit. Ga met Sprout spelen en je mag alleen maar met je stuiter aanvallen. Dus mijn, zeg maar, kogel moet eerst een keer stuiteren. Voordat ik daadwerkelijk iemand mag raken. Dan doe ik wel even solo show. Ik denk dat het dan net iets slimmer is om solo te spelen dan dat ik daadwerkelijk, zeg maar, in de knokbal ga spelen. Want dan is het helemaal onmogelijk. Hier in solo kan je nog een beetje rustig aandoen, zeg maar. En dan kan je nog iets meer, zeg maar, defensief spelen. Met knokbal moet je wel een aanval. Dan ga je sowieso een keer iemand raken in één keer in plaats met de stuiter. Maar dan moet je, zeg maar, echt van afstand damage doen. En dat is wel irritant. Oh, trouwens, ik heb mijn gadget natuurlijk ook. Daar moet ik eigenlijk wel iets meer rekening mee houden. Want daarmee kan ik natuurlijk ook wel eventueel gewoon HP erbij krijgen. Even hier kijken. Even die Leon op afstand houden. Ja, top. Oh, dit is chill. Oh, hier even uitkijken. Even hier die Pam hitten. Ja, nice. Oh, daar heb ik mooie hits kunnen doen. Dat is chill. Zit die Pam nu daar? Nee, ik weet niet waar die Pam nu zit. Ik denk dat die weg is gegaan. Maar ik ga hier mooi even deze kistje openen dan.
als daar niemand zit natuurlijk. Ah, weet je wat, ik schiet wel gewoon. Weet je, kistjes mag ik wel in één keer raken natuurlijk. Huppatee. Volgens mij zit ik als enige in het midden. In ieder geval, ik zie helemaal niemand hier. Dus dat is wel chill, dan heb ik nu mooi vierkracht met. Het zou toch ziek zijn als we nu een victory weten te halen. Dan heb ik het gewoon gehaald, de challenge. In de tweede challenge al. Ik heb hierna trouwens nog een challenge. En mocht ik die niet halen, dan heb ik nog een backup challenge. Ja, ja, je hoort het goed. Een backup challenge, zodat ik hem misschien dan alsnog kan halen. Maar ik heb 3 echt moeilijke challenges en daarna is de challenge iets makkelijker. Maar dat is de challenge die ik eigenlijk niet wil doen. Ik wil eigenlijk met de moeilijke challenges het halen. Maar dat horen jullie zo meteen allemaal, wat die andere challenges zijn. Maar tot nu toe, ja, is het wel een saai potje, want er gebeurt helemaal niks. Ik denk dat hier misschien iemand zit. Ja, inderdaad, er zit een Mortus. Oh, dan moet ik even hier een muurtje neerzetten. Ja, top, top, top. Oh, daar is hij al bijna. Oh, shit, shit, shit. Even hier HP erbij. En nu, oké, ik ga nu sowieso dood. Oh, shit, ik raakte nou ook in één keer. Ja, als iemand eenmaal dichtbij is, dan kan je bijna onmogelijk... nog in één keer niet te raken, zeg maar. Dus dat is een beetje van kant. Maar we zijn 50 geworden. We krijgen in ieder geval geen minpunten. Dus dat is wel beter. Dus dat is wel chill. Maar jammer. Helaas niet deze challenge gehaald. Maar ik heb nog challenges, zoals ik net al zei. Ik heb nog 1 moeilijke challenge. En daarna hebben we een iets makkelijkere challenge. De volgende challenge is van Seth. Die zei dit. Ik heb een leuke challenge. Je moet met Sprout. En je mag alleen maar gooien als de balkjes vol zijn. Lijkt me dat jongen het ziet. Bouse Army. En blijf zo doorgaan met je video's. Ah, dat vind ik een leuke comment. Dankjewel. En ik blijf zeker doorgaan met natuurlijk. Het maken van video's. Maar dan doen we gewoon weer even een potje solo. En dan mag ik dus pas gooien op het moment dat mijn balkjes vol zijn. Maar check hoeveel dozen er momenteel in het midden zijn. Dat is echt bizar. Ik heb zelden zoveel dozen gezien. Dat is... Oh shit. Oké. Vanaf nu doe ik het even. Ik let er even niet op. Ik moet natuurlijk wel de challenge doen. En nu mag ik pas weer gooien. Oké, dat was een beetje stom. Maar ik viel nog niemand aan. Het was met een kistje. Dat is wat minder erg. Even hier kijken of die crawl kunnen hitten. Ja, top. 1 hit kunnen doen. Moeten we even wachten natuurlijk tot mijn balkje vol is. En nu weer. Je doet toch automatisch. Doe je heel snel 2 hits achter elkaar of zo. Dat is toch wel een beetje gewenning. En het irritant is ook dat je ver moeilijk natuurlijk op deze manier kills kan maken. Ondertussen kan ik hier even een hit doen. En hier nog een hit. Ja, en dan misschien kan ik hem nu gewoon killen. Dat zou chill zijn. Oeh, bijna. Ja, oké. Die is dood. En dan kan ik die misschien ook killen. Maar ik moet gewoon wachten op mijn balkje. Dus dat is wel een beetje frustrerend. Want anders had ik veel eerder die kill kunnen maken. Maar ondertussen ga ik gewoon... Oh, shit, 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 shit. Oh, even rustig gaan. Oh, nee. Daar was een Leon. Oh, dit is zo moeilijk. Dit is zo moeilijk, man. Oké. Nou, de moeilijke challenge zijn dus helaas niet gelukt. Maar ik heb nog een makkelijke challenge. Die ga ik nog doen. Nou, makkelijke challenge, zo super makkelijk is hij eigenlijk ook niet. Maar dit is een challenge waar ik gewoon wat langer over kan doen. Dit is namelijk een challenge van Koen Oud. Die zei dit. Challenge, win 3 potjes met Sprout en dan koop je de nieuwe skin van Sprout. Wauw, Army. En die comment had ook 95 likes. Dus dat is de volgende challenge die we gaan doen. Ja, dan moeten we 3 potjes winnen. Weet je wat? Ik doe gewoon een keertje... Ik doe 3 verschillende game modes. Ik mag niet... in 1 game mode spelen. En ik heb 5 kansen. Dus in 5 potjes moet ik 3 keer winnen. We beginnen gewoon met een potje belegering. Ik speel gewoon met randoms. Dus dan is het wel iets lastiger. En dan gaan we kijken of mij dit alsnog gaat lukken. Ik hoop het wel. Oké, let's go. Dan beginnen we met belegering. Is een game mode die ik af en toe speel. Maar lang niet altijd. En dit is wel echt een rare map. Ik weet niet of jullie deze map al hebben gespeeld. Oh, ik moet even hier het midden helpen. Nee, ik mag nu trouwens wel gewoon spelen. Dat is wel echt heel relaxed. Even hier die Jean killen. Dat zou chill zijn. Top. Ja, die is daar dood. Oh, we controleren nu al wel echt helemaal. Dus dat is wel echt heel chill. En die Dynamite is ook al dood. Dus dat is ook chill. Nou, ik heb het idee dat het eerste potje wel goed gaat komen. En gaat de Spike al? Ja, daar is hij al. Oh, joh. Die ging wel echt heel lekker. Kunnen we Dynamite alvast killen? Nee, dat lukt helaas nog niet. Maar we kunnen Spike alvast wel killen. Ja, top. Dit is echt zo chill spelen. We moeten nu niet doodgaan. Maar ja, in principe... gaat dat ook niet gebeuren als we gewoon zo door blijven spelen. Dynamite, ja, die heeft ze super. Maar in principe kan die zo alsnog niks. En daar ging Jean. Ah, dit gaat zo goed. Dit gaat zo goed. Kijk, Sprout is gewoon in dit soort game modus. Als je geen challenge hebt, zo chill spelen. Even hier Dynamite. Oké, dit gaat nog maar net goed. Maar we staan nu alweer dik voor. Dus dat is wel echt heel relaxed. Even hier die Jean killen, als dat kan. Ja, we moeten even kijken of dat gaat lukken. En ondertussen moet ik ook uitkijken voor Dynamite. Dus dat is ook een beetje irritant. Oké, nou we hebben in ieder geval de robot. Dus dat is chill. En ze hebben wel een paar schroefjes, maar eigenlijk bijna helemaal niks. Dus in principe is dit geen probleem. Oeh, wow, yo. Daar was ik echt bijna dood. Eventjes healen.
Dan kan trouwens even zo'n struikje eten. Dat gaat misschien wel sneller. En dan nu even wat hits op die kluis en dan komt het wel goed. Huppatee! Eerste potje gewonnen. Dan hebben we nu nog 4 kansen. En we moeten wel allemaal verschillende game modes doen. Maar 4 kansen en daarvan moet ik er nog 2 winnen. Dus ik denk dat dit wel goed gaat komen. Dan doe ik ook nog wel even een potje gevarenzone. Dat vind ik ook wel een leuke game mode. En die nieuwe gevarenzone vind ik sowieso nicer als toen die eerst uit was gekomen. Maar dat is ondertussen al wel gewoon een paar maanden geleden. Maar het is echt een leuke game mode. Dus we doen nu even een potje gevarenzone. Tegen wat voor team moeten we Rosa, Paco, Jesse? En wij zitten met Rosa, Jesse, Sprout. Oh, bijna hetzelfde soort team. Oké, dat is wel toevallig. Ik zal trouwens eerst even hierheen gaan. Oeh, daar komen ze al aangelopen. Die Rosa, die hebben we wel als het goed is. In ieder geval, het zou raar zijn als we die niet zouden hebben. Top, even die Jesse. Rosa, kom helpen dan. Kom helpen. Rosa, wat doe je? Waarom sta je daar in die bosjes? Je had zo makkelijk die Jesse even mee kunnen helpen killen. Oké, maar we moeten dit natuurlijk winnen. En trouwens, ik had natuurlijk net een bosje kunnen eten. Ja, dat vergeet ik nog echt te vaak. Daar moet ik wel echt over na gaan denken om dat vaker te gaan doen. Oké, top. Rosa, ik zal ondertussen hier even gaan helpen. Zo, top. Dan kunnen we die Poco even killen. Dat zou wel chill zijn. Ja, gaan we die nu killen? Nee, nog net niet. En nu heb ik hem wel, dus dat is chill. We moeten nu hier even deze Rosa killen. Ja, oké, top. Dan hebben we nu hier bijna de vlag te pakken. En dat is chill, dan hoeven we alleen nog met die andere te hebben. Dus even hieruit kijken trouwens. Even hier een muurtje neerzetten voor die Poco. En dan kunnen we hier denk ik wel hier de boel pakken. Maar die Poco, ja, nice. Oh, dit is chill. Volgens mij hebben we deze vlag. Ja, deze vlag hebben we al. Dus we moeten alleen nog die andere eventjes zien te pakken. Dus dat komt helemaal goed. Ik kan nu gewoon even hier naar het midden lopen en dan hier een muurtje. Oh, lol, dat was stom. Want anders had ik hier gewoon al het kunnen pakken. Dus, maar nu omdat ik mijn eigen muurtje er neer had gezet, kon ik er niet bij. Maar makkelijk gewonnen. En dat betekent dat we nu 3 potjes hebben om 1 victory te halen. Al dan dus, dit gaat in één keer heel makkelijk. Sprout is zo overpowered, jongen. Ah, weet je wat? Dan doen we nog even een potje knokbal. Het eerste potje knokbal ging niet altijd goed. Maar toen had ik natuurlijk een vervelende challenge. Nu kan ik gewoon spelen. En dan gaan we kijken of we dit potje knokbal ook nog eventjes kunnen winnen. En dan hopelijk wordt dit dan het laatste potje. Het zou nice zijn. Maar Sprout speelt zo chill. Ja, jullie zien het ook. Hij is zo overpowered. Hier weer even een hit. Dan is Dynamite al bijna dood. Even hier die Crow een beetje op afstand houden. Ik moet gewoon zorgen dat ik een beetje van afstand hits doe. Dat is voor mij even de belangrijkste taak. Oh, die Brock is denk ik ook redelijk low. Oh ja, die Crow die gaat nu dood. Oh nee, net niet. Oh, dat scheelde helemaal niks. Oké, maar dit gaat denk ik wel een lastig potje worden. En weet je wat? Ik laat van dit potje wel even iets meer de hoogtepunten zien. Oké, we kunnen nu waarschijnlijk scoren. De kans is in ieder geval groot. Ja, we gaan ook scoren. Nice. 1-0 voor. En dan hebben we misschien gewoon binnen 3 potjes de challenge al gehaald. Dan had ik niet eens 5 potjes nodig. Dat is best wel ziek. Dat ik gewoon met randoms dan 3 keer achter elkaar win. Maar we zijn er nog niet. Ik moet nog even geconcentreerd blijven spelen natuurlijk. Oké, het potje duurt nu nog 15 seconden. We hebben bijna gewonnen. Ik zal hier even een muurtje inzetten. Dan kunnen ze daar ook niet tussendoor. Dus dan moeten ze omlopen als ze willen scoren natuurlijk. Oh, even snel hits doen. Ja, top. Dan heb ik daar even 2 kills. En dan hebben we dit potje ook gewonnen. 3 potjes nodig gehad. En in één keer, boom, is het gelukt. De gewone challenge lukte dus niet. Maar dit lukt dus wel. Dus dat is wel eventjes relaxed. Ah, gelukkig. Dan kunnen we toch nog even die skin kopen van Sprout. En boom, daar is hij hoor. Oh, hij duurde even, maar hier is hij. Oh, ik vind het wel echt een leuke skin. Zoals ik al zei, het is niet een super speciale skin. Bijvoorbeeld die Wachte Rico ziet er echt super baas uit. Of die Gouden Megaboot ziet er ook super nice uit. Maar op zich is het ook wel een leuke skin. Ik vind hem leuker als de gewone. Het ziet er gewoon lekker vrolijk uit. Lekker zomers. Het begint ook warm te worden in Nederland. Dus in dat opzicht is het wel echt een leuke skin. Maar dat was dit voor deze video. Gelukkig heb ik hem uiteindelijk kunnen kopen. En anders had ik misschien ooit een keer in de toekomst nog zo'n video moeten doen. Maar dat hoeft gelukkig niet. We hebben hem gewoon even. En dat is wel echt heel chill. Maar dan bedank jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk met z'n niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tenslotte nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later maar. Als je dit nou een leuke video vond, druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soortgelijke video, dus waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneerknopje. Dan kan je abonneren en dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!